een bassound maken met TAL Noisemaker. Ik ga eerst eens een noot spelen en misschien is het handig om een noot neer te zetten. Laten we een bassound maken. En wat is nou typisch een bassound? Nou, allereerst een lage toon, een lage noot. Gaan we even luisteren. Dus je kan natuurlijk laag stemmen, laag spelen op een toetsenbord of een controller of lage noten programmeren. Dan zit je natuurlijk al meer in de richting van wat een bas doet. Dus wat noten programmeren. Gewoon een simpele sequence. En dat klinkt al meer als een bas dan dat je hoge noten zou spelen. Dus dit zit meer in de richting. Dan ga ik eens met de oscillatoren spelen. Eén oscillator, oscillator 1, staat al omlaag gestemd. Dus die staat min 12 semitonen. Als we die nou eens uitdoen, dan horen we alleen de sub. Dus die hele lage toon. Kunnen we de oscillator 1 erbij schuiven. En hebben we een blend tussen twee geluiden. Oscillator 1 staat dus laag gestemd. Oscillator 2 staat niet laag gestemd. Dus die kunnen we ook bij doen. Dus een octaaf hoger dan oscillator 1. En klinkt dus een octaaf hoger. Dan gaan we eens naar oscillator 1. Als je dubbel klikt, dan gaat hij naar de default waarde. Dus de standaard waarde waar hij op stond. Draaien we de sub weg. En dan gaan we eens luisteren naar de verschillende waves. Dus dit is een zaagtand. Een blokgolf. En noise. Leuk voor effecten. Dus laten we een zaagtand gebruiken. Met een sub. Een filter om die hoge tonen eraf te halen. Dus laten we een low-pass filter gebruiken, zodat we hoge tonen eraf hakken. En dat gaat pas werken als je aan de cut-off draait. Dus daar wordt hij wat doffer van. Als we dan de envelope geen sustain, dus maakt niet uit of je noot inhoudt. Het filter gaat open, gaat direct open en valt weer direct dicht. En dit is dan de hoeveelheid. Dus dubbelklik voor default. Nu gebeurt er niks. Het envelope stuurt het filter, de cutoff, niet aan. En deze parameter is dus bipolair. Oftewel, zo gaat het filter open door de envelope en zo gaat het filter dicht door de envelope. Dus dezelfde beweging, maar dan precies andersom. Dus zo gaat die open. En nu bepaalt de decay dus hoe lang die open blijft. Dus krijg je een beetje percussief geluid van. Door het filter. We kunnen datzelfde ook doen met de amp. Dus we kunnen een wat percussiever geluid maken. Een percussieve bas. Dus we doen de sustain kort. En als de decay dus heel kort is, dan hoor je eigenlijk alleen maar tikken. En dat is, laat ik eens even een simpele sequence neerzetten. En
zoals ik nu zie, is die AMD, die Free AD, dat is een aparte envelope, een AD envelope. En die kan je dus, en die is ook bipolair, dus gaat ook naar min. En die kan je dus toewijzen aan deze destinations, dus deze bestemmingen. Dus die kan je bijvoorbeeld ook naar het filter sturen. Dat is een aparte envelop. Nou, Bas heeft vaak distortion. En deze parameter werkt andersom. Dus Bitcrush, dat maakt het geluid wat digitaler, wat vervormd. En dat werkt andersom. Dus dit is volledige geluidskwaliteit. En dit is gebitcrushed, oftewel lo-fi digitaal. Kan heel mooi zijn op bas. Of andere geluiden. Wat ik niet zo snel zou doen is effecten gebruiken als reverb of delay op een bas. Niet dat het kan. Dat het niet kan. net zoals chorus. Maar we houden het even bij een simpele bas. Zoals ik het zelf zou bespelen. Simpel basje. Heel kort. Beetje plucky. Percussief. We gaan hem 7. Dit is de browser. Daarin worden de geluiden gesaved en kan je ze weer oproepen. En hiermee kan je ze saven. Dus ik ga nu Tall Noise Maker. Ik heb een preset. Ik ga mijn eigen preset maken. Dus ik maak even een folder. Ja. Moet ik wel goed schrijven. Dat scheelt echt een stuk bij het zoeken natuurlijk. En meer geen Nijhof. En daar maak ik dan nog een subcategorie in. Bas. Bass. En dan noem ik hem... laat ik hem... Perk Bass. Van percussieve bas. En misschien maak ik er wel meer. Perk Bass 1. Dat is de eerste sound in Tall Noise Maker.